Blaas, 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 blaas. Je hoeft niet zo hard te blazen. Jezus. Ik zet mijn zonnebril af. We hebben al wel wat gedronken. We gaan vandaag testen hoe je het beste een alcoholtest zou kunnen omzeilen als je gedronken hebt. Nou, ik ben voor vanavond een nuchtere guy. Ik heb een alcoholtest bij me en ik ga een beetje de controle hier houden over deze drie losgeslagen projectielen. Ja. Jullie moeten fors door gaan drinken en dan gaan we de testjes doen. Iedereens beste vriend, koning alcohol, beïnvloedt je reactievermogen. Dus als je met alcohol op gaat autorijden, ben je gevaarlijk bezig en strafbaar. In theorie stijgt de promillage alcohol in je bloed per standaard glas met ongeveer 0,2 promiel voor mannen en 0,3 voor vrouwen. Boven de 0,2 promiel mag je niet meer rijden en tot 1,3 promiel krijg je boete. Daarboven is de kans groot dat je rijbewijs wordt afgepakt of zelfs dat je een werk- of gevangenisstraf krijgt met je dronken bek. Shortjes of een hele grote slokdrank. Oké, okay. Woe! Ja, nog een keer! Wie wil er als eerst? Iris? Blaas, 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 blaas. Iris! Oké, diep inademen. Ja? Blaas, 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 blaas. Blaas, 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 juist, juist. Juist, je hebt het maar. Jezus. Jij hebt, daar gaan we straks achter komen. 1.38. Kijk eens aan. Iris. Laat het even zien. Dat heb ik al gedaan. Blazen, 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 blazen. Juist, stop maar. Stop maar. Alsjeblieft. Ben je oké, Niels? Meneer, ik heb twee biertjes gedaan. 1.39. Jay, jij bent aan de beurt. Blazen, 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 blazen. Stop maar. JJ, 1.89. Ik denk dat het tijd is om de testjes te gaan doen om te kijken hoe ze er onderuit kunnen komen, hè? Jezus, wat een zootje ongeregeld. Oké, hier achter me wordt lekker gekletst. Ze zijn allemaal helemaal naar de kloten, dus niet meer voor reden vatbaar. Ik ga eventjes lekker uitkiezen wat ze allemaal moeten doen. En dat is op de bak kouwen, op muntjes zuigen of een shotje honing nemen. Dat zou dus misschien moeten werken. We testen vandaag dus drie methodes om een blaastest te omzeilen. De eerste is honing. Dit zou een zacht zoet laagje in je mond en maag leggen die de alcohol in je adem gedeeltelijk maskeert. Als tweede gaan we zuigen op een koperen muntje. Volgens het gerucht gaat het koper een chemische reactie aan met je lichaam, die de alcohol gedeeltelijk oplost. Als derde mag één gelukkige presentator een tijdje op tabak kouwen. Hierin schijnen bepaalde stoffen te zitten die de blaastest voor de gek kunnen houden. In sommige landen is het daarom dus ook verplicht voor de politie om te controleren of iemand die blaast wel een lege mond heeft. Blaas maar! Even orde in de zaal! We beginnen bij Iris. Jij gaat een shotje honing nemen. Helemaal. Helemaal, alles. Helemaal. Alles. Conti. Maakt niet uit, het dronken. Zijn dat Conti? Zijn jullie Conti? Conti. Ja. Conti. Ja. Ben je klaar om te gaan blazen? Heb je het volle teug? Nee, dat is een Conti. Dit is echt niet normaal. Ik heb het gevoel alsof ik in een kindercrash ben. Ja, Doe maar. Staat politie, hè? Staat hier ook politie. Wij zijn politie. Blaas, 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 blaas. Ja, stop maar. Zo, het is je gelukt in één keer. 1,25. Dat heeft geholpen. Maar het is niet genoeg. Je moet alsnog mee. Ja? Ga jij maar lekker mee. Ik neem je wel even mee. Oké, probeer in deze chaos de volgende te pakken. Ik heb een opdracht voor je, Jay. Jay. Dit hebben we nog nooit gezien. Ik heb hier twee muntjes voor je. Daar ga je 5 minuten op zuigen. 5 minuten? Dat is lang, hè? Dat is lang, ja. Dus ga je even lekker op zuigen. Ik voel hem wel door. Ga jij lekker zuigen? Kimon, Jay. Hoppakee. Juist. Dat is echt een baas. Wie heeft dit in zijn handen gehad? Jij gaat op tabak kouwen.
Niet doorslikken, beloof me dat alsjeblieft. Daar word je ziek van. Ja. Goed een paar keer herkauwen. Oh, aardigst. Hoe, wacht even, dan moet ik die tabak op mijn hand leggen, denk ik. Dit wijn go. Ik schaam goed kauwen, goed kauwen. Waar smaakt het naar? Een beetje een hele gezonde quinoa-reep. Oké, je maar... moet over 10 seconden de fuik in, jongen. Hij zit eruit te wijzen nu. Hij ziet je aankomen. Kom maar door. Goedenavond, meneer. Wat heb je gedronken? Niks. Oké, ga maar even blazen dan. Tuurlijk. Blazen. Ja, stop maar, meneer. Stop maar. Als we eens even een kijkje gaan nemen. Want ik weet niet wat er met je aan de hand is, maar... Het ziet er niet al de beste uit. Sorry, ik moest even roggelen. Jij hebt een alcoholpromillage van 1,51. Niels is omhoog gegaan in zijn promillage. Blazen. Ja, stop maar, meneer. Stop maar. Gaan we eens even een kijkje nemen. Heeft u gedronken, meneer? 2,12. Heb je het? Oh, het is meer gedronken. Maar heeft het allemaal helemaal geen effect. Volgens mij is hetgene wat nog het meest werkt uit deze test, is de honing. Kijk. Nou, ik kan straks weer lekker mijn autootje instappen en naar huis rijden. Maar het is natuurlijk super onverantwoordelijk om deze jongens en dame naar huis te sturen met een auto. En daarom hebben we twee hele speciale gasten. Kom er eens even bij, jongens. Dit zijn de chauffeurs van Eurobob. Ja, meet jullie partners maar. Kijk eens aan. Het is één grote liefde. Want deze chauffeurs zorgen ervoor dat je altijd veilig kan thuiskomen. Dankjewel voor het kijken, abonneren, liken. Doei!